Het Korps Politie Suriname doet een oproep aan de verschillende districtscommissariaten landelijk en ook het ministerie van Openbare Werken om erop toe te zien dat het verkeersformulier zichtbaar is. Politiewoordvoerder Milton Kensmil zegt in gesprek met onze nieuwsdienst dat vooral met het recente regedrag van de autobestuurders en de verschillende redenen die zij opgeven na een verkeersongeval, het in deze vakantie juist van groot belang is dat vooral de verkeersborden in de gaten worden gehouden. De verkeersborden, alhoewel het de taak is, er is een entiteit die ervoor moet zorgen dat die dingen in ordentelijke staat verkeren. De verkeersborden, die laten te wensen over. Indien er personeel beschikbaar is, zetten mensen in om die dingen te wassen. Bepaalde fases zijn groenig. Het moet opvallen. Het moet reflecteren. Door die vieze groenige laag erop merk je soms niet eens meer. Verkeersborden, de begroeiing voor die verkeersborden. Het is vakantie. Al deze maatregelen die zullen getroffen moeten worden, dat is geen taak van de politie. Ja, dus ik vraag de medewerking in deze van de entiteiten, de overheidsentiteiten die hiermee die belast zijn, met het in ordentelijke staat houden van de borden, om ook die taak op zich te nemen. Vooral de districtscommissarissen, omdat het gaat om hun district. De politie weet dat iedereen naar ontspanning zoekt, maar de verkeersborden zijn er voor de aanwijzingen op de weg. Het verzoek aan alle weggebruikers is om oplettend te zijn en te blijven in het verkeer.